je ergens. Je staat niet meer alleen. Wij rekenen voor je af met het hete hangijzer. Het hete hangijzer. Als huilen niet wil helpen, en zo moet het leven niet zo. Laat het er niet bij zitten, maar zoek het hoger om bij Goenelenas. De ridders, van het hete hangijzer. Vol van helder moed, zijn wij niet vreselijk goed. Wij koelen het voor je af, het hete hangijzer, het hete hangijzer. Jij bent liever lui dan moe. Jij wilt liever plat op je buik in een Spaanse zand dan een lekkere, stevige bergtocht. Dat kan toch geen lekker zijn? Ik kan het me niet voorstellen. Aan de slag. Ja, en toch, hè. Hier, als je per se iets met kastelen wilt, hier op het strand kun je ze niet alleen bekijken. We kunnen ze ook zelf bouwen. Hier krijgen we dat weer. Zullen we niet aan gaan aan het werk? Nee, ik meen het. Dit kan toch wel een oplossing voor ons zijn? Zullen we ons nou bezig gaan houden met waar we hiervoor zijn? Dat doen we toch. Dit is een heet hangijzer, Koen. Laten we eerst dit dan maar eens oplossen voordat we met de problemen van een ander gaan beginnen. Ach, zo'n klein probleempje, dat kan best wel even rusten. Hier, de problemen in die brieven, dat zijn pas grote problemen. Oh ja, noem mij dan maar eens een probleem dat groter is. Beste ridders, vorige maand zag ik iemand die zijn hond uitliet op ons schoolplein. Ja, nee, is geen zaak. Dat hebben we al. Geachte ridders, het probleem voor mij is dat ik altijd het vet en het zeem van de carbonade en het... Oh jee, het is vreselijk hoor. Niet dus. Het gezeur wat kinderen wel en niet lusten allemaal, dat moet er maar eens afgelopen zijn. Ik moest vroeger ook altijd gewoon mijn bord leeg eten. Daar wordt de mens niet slechter van, zie je toch? Ja, dit is ook niks. Een parkje in Den Haag waar kinderen niet mogen spelen. Hè? Niks zeg je? Kun je dat nou zeggen? Geef hier. Hier, een park is toch voor iedereen? Waarom mag een kind daar opeens niet meer zijn? Niet spelen, Reinoud. Dat is wat anders dan er zijn. Nou ja, nou het zal wel wat je zegt, maar het feit is dat die kinderen hier soms worden weggestuurd. Maar hier mogen ze dan weer soms wel spelen. Nou, niemand weet dus eigenlijk hoe het echt zit. Nou, ik sta klaar. Nu jij nog. Als we weer naar voetballen, moeten we nu... Nou, kom op, een beetje beweging van aarde voor de actie, actie. Hey, houden we dat commanderen. We zijn hier op kastelentocht. Trouwens, als je dat dit jaar weer doet, dan hoeft het voor mij niet, hoor. Oh, dus je wilt misschien wel. Ja, daar zouden we het nou niet over hebben, ja? Nee, klopt, dat zei ik net ook al, maar jij zeurt maar door. Vergeten we niet wat? Nou, kom op, actie, Arne, voor de actie! De ridders. Neem weer een zaak ter hand. Misschien halen zij vandaag de krant. Eigenlijk is het wel een eerste klas baantje. De stempelautomaat. Je hebt wel een treinkaartje nodig, hoor. Dat is een strippenkaart. Daar kun je veel mee, maar niet in de trein. In de trein hebben we een treinkaartje nodig. Kijk, deze. Ja, dat hebben we niet. Je koopt ze bij het loket. Deze hebben we bij het loket gekocht. Ja, daar hebben we dus blijkbaar niks aan.
Zonder treinkaartje riskeert u wel een fikse boete, hoor. We stappen uit, Koen. Plaats, bewijs alsjeblieft. Gaat u nou aan iedereen de kaartjes vragen? Ja, dat is wel de gewoonte, ja. Koen, we moeten wat doen. Geniaal. Ik denk dat we even verderop gaan kijken. Lekker, hè? Ik kan er ook helemaal niet tegen, hoor, achteruit rijden. Is leuk wel, hè? Is voor mijn dochter. Nou ja, voor haar dochter dan, mijn kleindochter dus. Ja, mijn buurvrouw zegt ook altijd, jij mag niet klagen, jij mag helemaal niet klagen. Nee, dat komt, die heeft een oudere zus, hè? Die is net zo oud als ik. Nou, nee, die is een jaar jonger dan ik en die komt de deur in. Ik doe alles nog zelf. Ja, dat komt ook door de kinderen, hoor, want die houden jullie om, hè? En het is voor hun ook leuk. Ja, en dan reis je overal naartoe, want je wil ze toch wel eens zien, hè? Waar gaat de reis heen, hè? Nou, we wilden net... Nou ja, kijk, gewoon ga ik dus voor half geld, voor 40% dan. Maar vandaag heb ik mijn vrije reisdag. En even stempelen en weg doen. Stempelen? Ja, maar dat is alleen voor bejaarden. Wees blij. Jullie zijn nog jong. Gaat u nou alweer? Tja, ziet u, wij moeten dit station eruit. Is hier dan een station? Ik zou toch zweren, ik ga hier niet helemaal voorbij, maar ik denk dat hier niet zou komen. Ik snap niet waarom iedereen daar gaat zitten. Het is hier veel mooier. Veel rustiger. En veel ruimer. Nou, inderdaad. Net wat u zegt. Miezig weertje, vindt u niet? Net wat u zegt. Je moet een beetje meewerken. Inderdaad, een heel miezerig weertje. Ja, en zo onaangenaam ook, hè? Ja. Ik ben blij dat ik even binnen zit. Je hebt met dit weer zo'n koudje te pakken. Ja, en het is maar eindelijk een keer afgelopen. Oh, u bent niet verkouden. Ik wil mijn rust. En ik verzoek u vriendelijk nog dringend mij te verschonen van het geleuter over het weer. Ik heb belangrijke zaken te doen. Thank you.
feest. Geniaal. Bussen! Kunt u opschieten alstublieft? De conducteur! Bent u de conducteur? Momentje hoor. Plaatsbewijs alsjeblieft. Hoe bedoelt u? Uw kaartje alsjeblieft. Maar dat heb ik u net gegeven. Nou, laat u het nou nog maar een keer zien. Want ik kan me niet herinneren dat u mij een kaartje gaf. U heeft hem nog. Ik schoof hem net voor u onder de deur door. Jullie zijn mijn getuigen. Heb u iets gezien? Wat zullen we nou hebben? U staat op de deur te bonzen. Ik schuif een kaartje onder de deur door. Waar ik gewoon voor betaald heb. Ik weiger daarvoor op te draaien. Maar ik snap helemaal niet waar u het over heeft. Ik denk dat ik u moet beboeten. Kijk, we zullen zo meteen eens even kijken wat het zaakje gaat kosten. Als u nou zo net als deze heren gewoon uw kaartje had gekocht, hè, dan was er helemaal niets aan de hand geweest. Maar zo'n smoes. Dit is toch niet normaal? Daarnet had ik dat kaartje nog. Daar heb ik voor betaald. U zorgt maar dat mijn kaartje terugkomt. Ja, mag ik u verzoeken even met me mee te gaan? Ik ga met plezier met u mee, maar... Het is in orde, heren. Zijn kaartje zat in zijn binnenzak. Oh. Die datum. Oh ja, de datum. Koen, we zijn een week te vroeg. Het is vandaag nog pas de 10e. We hebben pas de 15e afgesproken. Geniaal, Reinoud. Oen! Wij zijn niet te vroeg. Dat kaartje is te vroeg. Verlopen. Van vorige week dus. Nou ja, schiet op. We moeten opschieten. Ja, maar wacht nog even. Daar staan ze. Is het hier? Ja. Het is mooi hier, zeg. Het is een prachtig paakje. Hebben jullie ons over dat hete hangijzer geschreven? Ja. Mooi zo. Lees voor. Ja. Beste LS, wij zijn leerlingen van de Jozefschool. Op 2 minuten afstand van ons af ligt het Frederik Hendrikplein. Oh, dat is dat daar. Ja. Ja. De mensen die er omheen woonden zeggen dat ze er last van hebben. Ja. Ze zeggen dat wij het veldje op het veldje lopen te slopen. Slopen? Ja. Als we willen voetballen, moeten we nu een half uur lopen en een drukke straat oversteken. Ja, ja. Dat is toch niet eerlijk? Nee. Jullie moeten ons helpen. Ja, je mag ook niets meer tegenwoordig, hè? Namens de hele klas. Ja, dat is heel jammer voor jullie, maar dat is niet anders. Dat was vroeger anders, dat was vroeger beter. Hier, dat hek daar, dat is nu heel oud. Daar mag je dus niet meer aankomen. Maar vroeger, toen het neergezet werd, toen mocht het dus wel. Want dit is namelijk uit de tijd van de Jugendstil. De wat? De Jugendstil. Ja. En die tijd heet dus niet voor niks zo. Goed, die mensen dus die hier allemaal wonen, die klagen dat jullie hier niet mogen spelen. En wie zijn die mensen? Weet ze niet. Weet hij niet? Nee. Goed. We kunnen wel weer gaan. We gaan zelf op onderzoek. Dan blijven jullie maar even hier buiten spelen. Kom mee. Oh jee, moet je kijken, wat mooi. Oh, wat mooi. Ja, Reinoud, daar hebben we nu geen tijd voor. Kom mee. Hallo. Let er maar niet op hem, hoor. Nee, we waren hier op bezoek en we dachten... Ik keek hier naar binnen en ik dacht... Ik vind het zo fantastisch. Ik kan niet laten om even binnen te wippen. Oké, kom toe maar. Zeker. Kom maar, kom. Wat interessant. Wat kost nou zoiets? Ik denk die is 500. 500? Ja. Oh, mooi. Mag ik even vast houden? Ja, met hem niet laten vallen. Nee. Reinoud, we zijn hier voor het hete hangijzer. Hoe langer we wachten, hoe heter het wordt. Wacht, het hete hangijzer. Dat maakt toch niet uit? Dat zijn een paar stelletje klagende kinderen daar aan de overkant. Uh-huh. En die klagen dat ze niet op dat parkje hier mogen spelen. Oh, maar ja. dat is allemaal onzin. Ze kunnen net zo goed ergens anders spelen. Vindt dat u ook vind niet? Dat vind ik ook. Ja, vindt u ook niet? Ja, ik vind het wel. Het is een oude park.
en die gaat kapot als daar zoveel gerommeld wordt natuurlijk. Ne? Kunnen die kleine kinderen zo'n grote boom kapot maken? Nee, natuurlijk niet. Daar komen grotere als iemand op mag spelen. Hoe groot zijn die kinderen dan? Nou, die zijn 18 tot 25. Oh, avonds komen volwassenen mensen. Maar die zitten niet daar op school. Die zitten niet daar op school. Nee, natuurlijk niet. Die komen van ver weg. Oh, maar u vindt wel dat kleine kinderen mogen spelen? Ja, en daarvoor wordt dan daar aan de overkant, volgend jaar of dit jaar misschien nog, speelgelegenheden gebouwd. En wie beslist over parken eigenlijk? Ja, ik denk de gemeente doet dat. De gemeente? Ja. Ah. Dat doet u niet. Jongen, hier mag spelen. Je mag hier helemaal niet komen, kijk maar. De bodem, nou ja. We zijn voor een aantal kinderen op een missie. Ja. En bij hun in de buurt kun je dus nergens spelen, alleen maar op het Frederik Hendrikplein. Ja. Maar dat mag dus zogenaamd niet. Nee, en dan is dus een mevrouw die zegt dat er iets met jugendstil is. En, dat is heel interessant trouwens hoor. Maar dat... Goed, ja, en we er is... serieus bespreken of wilt u het belachelijk maken? Nee, wij willen serieus bespreken. Okay. Daar zijn we toch voor als ridders. Ja. De vraag die er ligt is een vraag van de school. De school die heeft te weinig speel- en sportruimte. Nou, ik vind dat is een probleem. Ja, dat moet in principe die school zelf oplossen. Je kunt niet aan de openbare plantsoenendienst vragen van... lever de sport- en spelvoorziening voor een school die dat zelf niet heeft georganiseerd. Dat ik snap het niet. Want die school, die kinderen hebben ons een brief geschreven met een probleem... dat ze niet kunnen voetballen. En hij zegt, ja, die school heeft geen ruimte. Hoe moeten ze dat dan oplossen? Moet ik dat oplossen? Dan? Ja, u bent toch verantwoordelijk. Ik ben niet verantwoordelijk voor de sportvelden van scholen. Waarom mogen die kinderen nou niet spelen op dat gras? De afgelopen 10 jaar heeft de buurt zich verschrikkelijk druk gemaakt over dat plantsoen. En die hele buurt die heeft bijna unaniem een aantal keren te kennen gegeven... wij willen de zaak houden zoals die is. Hoe moeten die kinderen dan hun probleem oplossen? Ik denk dat die kinderen ten eerste... in hun eigen buurt moeten duidelijk maken wat ze willen. Want wat ik op dit moment steeds hoor van die buurt... dat is alsmaar alleen maar van het moet blijven zoals het is. Dat zijn de mensen... Dus u heeft nog nooit iets gehoord van die kinderen? Ik snap er niks van hoe u het zegt, hoor. Nou, het is natuurlijk niet aan mij om die kinderen te vertellen hoe ze het doen moeten... maar een actiecomité van spelende kinderen lijkt me heel verstandig. Ja, ja. En in ieder geval, die kinderen die moeten zorgen dat ze aan de praat komen met de andere bewoners uit die wijk. Nou, hoi. We waren bij de gemeente. Ik heb nog nooit zoveel gepraat. Ja, dat moet je niet zijn. Nee, volgens de wethouder hebben jullie de hele buurt tegen je. Ja. Tenminste, daar heeft hij van gehoord. Je moet het zelf oplossen? Ja, hij heeft de oplossing gegeven. Jullie moeten een actiecomité oprichten. Ja. Wij zullen wel even laten zien hoe het moet. Kom maar mee. Hebben jullie dat? Goed zo. Twee. Vergaderen met argument. Actie. Dikkertje. Ballen. Ballen. Actie. Goed. De bedoeling is dus dat je nu mensen gaat aanhouden en handtekeningen vraagt. We hebben het niet voor jullie kunnen oplossen. Nee. Helaas zullen jullie het zelf moeten doen. Geen medailles. Nee. Maar goed. Nou, laten we maar gaan. We gaan. Hé, hey, wacht even. Jullie hebben toch wel een medaille verdiend. Hier. Nou, hang ze maar om. Kijk eens, nummer 1. Nou, dat is inderdaad niet gek toch, hè? Wat we gedaan hebben. Goed, we gaan. En succes. Succes.